Thank you.
Simus,
Amen.
Kyrie en Gloria uit de Hohe Messe. Van Johann Sebastian Bach door Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier. Voorafgaand aan het concert noemde ik de vocale solisten. Ik denk dat het ook wel gepast is om de instrumentale solisten te noemen.
Thank you.
Simulare
Hosanna, Hosanna. Thank you.
Hosanna, Hosanna. Thank you.
Gisteren voerden ze het voor de allereerste keer uit tijdens een concert. Een soort generale repetitie in Frankrijk vandaag. In het Festival Oude Muziek. Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier. Met de hoormeester van Johann Sebastian Bach. Meunier die de strijkersgroep van zijn ensemble bedankt. Met concertmeester Thomas Sony. De geweldige fluiten Anna Besson en Jan van der Borre. Prachtige fluitisten. Heel erg mooi. De continuo groep met de fagotten, de contrabas en de gamba. Dan de hobo's met toch wel een heel mooi spelende Yasu Moisil. De trompetten, die hebben we gehoord. Rudolf Lorenz, Murits Gürk en Thibaut Marcellus. En dan rent meneer het podium af met een dubbele roos in zijn hand. Die gaat geloof ik ergens iemand in de handen gedrukt worden. Nee, hij laat zijn zangers opkomen van Vox Luminis. Ik ga ze allemaal noemen. De sopranen Susie Toot, Caroline Wijnands, Aldona Bartnik. De alt, Alex Chance. En ik denk dat dat Stephanie True is. Ik kan niet goed zien vanaf hier. De andere sopranen zijn in ieder geval Victoria Cassano. Nee, dat was natuurlijk... dat was Elsbeth Gertsen bij de alte. Nu zie ik het goed. Ja. De bassen. Thomas Kraal en Sebastian Muders. Reinhard van Mechelen, de tenor. En heel bescheiden de overige zangers. Philippe Freudiger, Jean Moreau en Lionel Meunier. En daar zijn ook de tweede sopranen. Stephanie True, Victoria Cassano, Maria Valdame, Valdma en Daniel Elgersma Altus. En dan hoop ik dat ik ze allemaal goed heb genoemd. En als u via de webcast het geheel gevolgd hebt, dan hoor ik graag uw correcties. Last but not least, Bart Jacobs op het orgel. Het nieuwe orgel in Tivoli Vredenburg. Fantastische begeleiding. Dat stond als een huis. Alles keurig onder elkaar. Gelukkig lukt dat dus ook op het orgel. En daarmee is dit optreden van Vox Luminis ten einde op deze derde avond van het festival. Ze komen nog een aantal keren terug later in de week.